Nicky de Kok, we zijn hier vanavond in Leuven. Jullie hebben een oefenwedstrijd gespeeld met OH Leuven tegen Kontich, tweede klasse. Het was een goede oefenwedstrijd. Jullie winnen met 5-0 en een paar heel mooie doelpunten gemaakt ook. Het was zeker een goede oefenmatch. Ik denk een ideale tweede oefenmatch voor ons. Mm-hmm. We waren goed aan de wedstrijd gestart. Daarna binnen de minuut, denk ik, of binnen de 5 minuten op 2-0 voorsprong gekomen. En daarna merk je wel dat het gaat te makkelijk. Ja. Dat we het tempo een beetje te laag hielden. Maar dat hebben we een beetje onder de tweede helft bijgeschroefd. En de tweede helft denk ik wel dat we het verschil hebben gemaakt. Ja. Het tempo lag hoger, de teamtaken werden uitgevoerd en dat resulteert in de andere golen. Ja, je zegt het zelf, heel vroeg op voorsprong, na minuut 30 stond het 2-0 en de tweede helft, jullie komen buiten en het staat 3-0. Twee mensen hebben het niet gezien. Nee, inderdaad, maar het moest gewoon beter na die 2-0 in de eerste helft. Ja. Het tempo moest omhoog, zeker tegen deze tegenstander kun je dat doen. Kun je bepaalde... Voelt je dat je veel meer in balbezit bent, ja. Waardoor dat je tempo en het balritme kunt houden en de combinaties komen. Ja, we zitten op 2 weken van de competitie ongeveer. Jullie hebben nog oefenmatch op Zulte-Waregem en in Nederland tegen Barendrecht. Ja. Hoe zie je dat? Ik denk dat dat de twee sterkste tegenstanders gaan worden en dat is voor ons de laatste rechte lijn naar de competitie. En dan hebben we nog een weekje om ons hier op 3-4 trainingen klaar te stomen. Ja. Er moet nog op enkele plaatsen bijgeschroefd worden, maar ik denk dat dat logisch is. We hebben heel veel aan inhoud gewerkt, aan capaciteit. En het is nu aan de details dat we starten om de laatste rechte lijn in te gaan. Ja, en dan het nieuwe seizoen begint met een thuiswedstrijd tegen de bekerhouder, tegen Gent Ladies. Ja. Hoe zie je het seizoen in zijn geheel? Want jullie hebben vorig seizoen uiteindelijk veel punten gehaald ook. En wellicht willen jullie dit jaar een continuïteit daaraan breien? Zeker, we willen terug verdere stappen nemen en die continuïteit, die pieken die we hadden, langer aanhouden dan vorig jaar. Op dezelfde manier voetbal gaan brengen en op dezelfde mentaliteit. En dan denk ik dat dat wel goed komt. Ja, en is eventueel die play-off met die 4 ploegen, is dat een doelstelling al? Dat is onze doelstelling, top 4, dat is onze doelstelling. Oké, ik dank je, veel succes. Ja, dank je.